Je is zwaar van Mille en dat zijn ouders met een bombardement om de kust in ons gekomen. Er zijn de moderaten die wij kunnen inlappen, zullen dat ze de gaten van in de school. Ik ben een graf niet, joh. Trek wat ander mee. In de school hier eigenlijk al geweest? Nee, nog niet gezien. We konden crème glasje eten in de Atlantic op de Kazerlaag. Och, toch dat er al jonge Duitse officieren binnen mochten. Mooi, in zwartzakken natuurlijk. De schaal had een hele speciale schijn. Och nee, je moet niet maar één officier zijn die hebben komen. Die dragen zo een gouden dolkje op hun bil, hè. En dan hangt daar zo'n flosje aan en dan begint dat zo over en weer. Oh, dan krijg ik het nou echt wel van die Marlenborg, zeg. Oh, die zal goed, maar ik krijg het nog wel recht warm in mijn boek. Kijk, een flosje zien wiegelen. Ik vind van alles verwacht, behalve deze, hè. Mijn bloedige zuster is tot een smosse met een put. Zijn oud genoeg om te weten wat ik moet laten en doen. Och, is geen vergeten te zijn wat er met een is gebeurd in het bos van auto's die nacht één zeker. En wat aan madame nog altijd trekt als oorlogsweef. Het is nogal de moeite. Het is beter dan niets, hè, gelijk ik. Maar een notaris is dood, zit op zwart zout. Maar die man en is komen geen moffen, hè. Maar zou ik sterven van de honger, dan nog komt er geen choucroute omlaag. En dat allemaal voor wat brood, een paar eieren en wat boter. Je bent leeg gevallen, ze net. Dat je daar op je en al verhoopt doet, gelijk deze de beste soldaten noemen. Oh, ik heb een paar gehoord! Van Blanks, je gaat ermee hoort, alle doof. Het kan me niet schillen. Je poept hem zot, het kan me niet schillen. Meneer, volgt u maar hoor. Monnikje, hier, pak jij er ook in. Ga je voor mij, ga je zo'n minuutje. En geen al ook, hè. Kom jongen, volg maar meneer. Voorzichtig, want de trap is klaar. Hè? Ja. Ik werk tegenwoordig in Brussel Sportpaleis, onder een andere naam. Een schengmoker met de motto, we gaan van jou van de Koruis. Wij gaan poesjes geren, zijn Gerardijn en Gosselaar. En ook in Gent in de winter gaan trouwen met je waren. Daar heb ik Marcel Kiek nog eens van jij. Ja, ik was erbij, hè, mannetjes. Toen daar Rikske was, die maagde de Ronde van Vlaanderen. Jongens, jongens, dat is de sterke beest. Daar komen we nog van door, hè. Als ze van de maskers kan afblijven, hè. Dat is zo. Je bent zo chic. Dag, mijn bloem. Ik ben nog van mijn huis geweest, maar de vogel is nooit meer zijn kottetje, hè? Maar de vogel zou per tijd nog eens geen in haar kottetje willen. Hey, dear! Kom maar even! Kom! Jolde bananen! Allemaal in Londen gehoord? Nee. We hebben te gaan van koude, de melk ook over, de smoer komt uit de schaal, de kat eigen jongens. Ja. We gaan nog een bliksknesten. Ja, ze beter. Moet ze beter uit naar mijn commando. Als jongens zijn ontvichten, die maken ze, van de Nazar. Het zou ook kunnen zijn dat ze vanavond al beerkanonnen gaan versteken. Op een soep, hè. Want het zou best kunnen zijn dat die Duitsers gewoon in groep bij. Wel is ze schat. Wat moet er hiermee gebeuren? Ja. In onze kanen? Nee, dat moet ook nog met mijn bij zijn gaan. In
komt hij met een arm in de gaan zitten met mijn foto erbij. Uiteraard. Oh, maar dat is magnifiek, hè. Maar dat man zegt nu, als na de oorlog definitief gedaan is, dan wil ik in de politiek gaan. Hier of daar gemakkelijk jokken zo, schrijven van cultuur of zo, weet je, dat je nog geen kunt bijpakken gezeten. Ik heb even in hem hier gezien. Dit is onze wiet als een kanon. Oh, pas op. Oh, boys, oh, boys. Hey. Keep it cool. I'll bring you back to the left bank, to the linkerkant van het geld.